Oké, heel interessant. Zo, dit is dope as fuck! Zo'n prachtig jammer. Nee! Ik breek even in, heel kort. Het is Kelsember. Dat betekent dat er om de dag een nieuwe video online komt. Zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. En vandaag is dat aantal dit. Dus klik op het duimpje omhoog en abonneer op mij. Volg me op Instagram, maar vooral liken die teringzooi. En dan komt er overmorgen weer een nieuwe. Veel plezier met het kijken van de video. Zoals je ziet, zijn we verhuisd. Het is gelukt. Yeah! En zoals je ook hebt kunnen zien in de afgelopen afleveringen van Casa Calvina, is de verhuizing niet zonder slag of stoot gegaan. Nee. Jawel, je moet het er gewoon opleggen. Ze zitten toch in een verpakking, zeg je net? Ja, eerlijk gezegd. Hoezo gaan wij samenwonen? Maar niet getreurd, Nina en ik zijn nog steeds verliefd. Dat is ook niet waar. En het leuke is, ik heb dus nog steeds dit huis eventjes. Dit is het huis wat leeg is, er staat niks meer. Ja, er staan een paar dingen. Het is echt een fucking junkie hole is dit. Ja, dus hier woon ik niet meer. Ik heb wel altijd zoiets van, hè, toen je kind was, toen wilde je voetbal in huis. Maar dan zei je moeder, nee, dat mag niet, doen we maar buiten. Dus ik dacht, laten we nog maar even van de gelegenheid gebruik maken om dingen te doen in je huis die je normaal gesproken niet in je huis zou moeten doen. Hey Jart, ben je onzichtbaar geworden? Oh, hey! In het nieuwe huis! Wow, dit lijkt precies op het vorige huis. Leuke vaatwasser hebben wij. Oh nee, dat vind ik echt heel erg. En je weet dat ik echt boos word van zulke dingen. Hey! Welkom. Waar is Nina? Niet hier, want ja, die zou dit nooit goedkeuren. Nina weet hier trouwens niet vanaf. Laten we even snijden naar wat ze nu aan het doen is. Hup, hup, wat je al zei, hup. Wat doe je in je huis? Wat eigenlijk niet mag, maar wat je wel wil. Nou, voetballen vind ik op zich wel leuk. Oké. Nou. Op dit! Filosofie. Oh! Oh. Jij, van jou, jij zat in de mocht. Ik was echt alle fucking. Jezus, we moeten gewoon niet met, maar moeten we voetbal. Oude mannen hier. Wat zou er altijd al je eigen huis willen doen? Bowlen. Bowlen? Nou, bowlen. Toevallig. Bring in the bowling. Dit is Jart Struik. Meervoudig wereldkampioen bowlen op de lange baan. Beter bekend als Jart Struik. Dit is Calvijn, beter bekend als Kelvin Sperma. Met zijn twee gaten techniek verwijde hij de bowlingsport. Haha, super grappig. Jart heet Struik en dan heet hij Jart Struik. En ik heet Kelvin Sperma. Super funny voor jezelf. Thank you. Oh. Oh. Nee! Hey, tweede bal. Zullen we gewoon weer opnieuw zetten? Oh, dit is voor de editor. Je hoeft alleen maar de take erin te doen waarin hij meteen een strike heeft. En opnieuw. Bijna een strike. We maken er een spare van. Ben jij een Mongool? Ik heb dan doe je gewoon zes. Alsof? Zes. Time for the master. Ik ben wel echt een bowling master. Oké, go. Oh ja, nee, eentje. Ik ben een bowling master. Ik heb nog twee. Oké, tweede ronde. Oh, eentje. Wel, die kan nog ook gebeuren. Twee. Oftewel, acht. Voor Jart, de tweede ronde. Ronde 3, de final round. Het staat 1-1 versus Jart Strike en Kelvin Sperma. 3, 2, 1. Tank! En nu voor de echte keer. Kel moet minimaal 4 omgooien als ja, hij wil winnen. Het is duidelijk. Oké, gefeliciteerd. Yo, bitch, leuk. I won. Op, door, op en door naar de volgende ronde. Ik heb dus dit bedacht. Hier, dit leggen we even zo hier. Netjes! Oké, heel interessant. Is het hier scheef? Waarschijnlijk wel. That'll be exciting, there you guys. That's it, that's it. Oh!
Ah, is dan toch jammer. Is dan toch jammer. Oh, damn, boy! Boom! Oh, damn! Ik zei nog zo, Jart, als je nummer 3 er nu in schiet, dan krijg je van mij 20 euro. Kijk me mee. Wow! Doe het in zwart-wit, dan zie je dat de flashback is. Okay. Zwart-wit. Jart, als je nu die rode 3 erin schiet, ja? Dan krijg je van mij 20 euro. Oké, hier komt die. Oké, dat was de flashback. Dan gaan we even weer. Ik zei het, hè? Wow, die flashback! Ik zei het van tevoren nog. 20 euro. Gast, enjoy, man. Wat gaat er door je heen? Science, bitch! We gaan vandaag een leuke appeltaart maken. Maar ik zie helemaal geen appel. Dat klopt, want we maken geen appeltaart. Wat? Fooled you! You were fooled! Ik voel me wel een Breaking Bad character. Dus laten we vooral zo'n epische... Hoor je dat? Wordt geel. Heb jij het lekker ook? Het ziet er ook super natuurlijk sciency en heel goed voorbereid uit dat wij dat allemaal op basis van een WhatsAppje doen. Hoezo? Welk WhatsAppje? Oh, die telefoon. Oh, die had ik niet eens gezien. Ik doe dit normaal gesproken uit mijn hoofd. Go! Doe iets! Go! Ik ga hem snel erin doen. Oh, dat was hem. Het moet er dus eigenlijk zo uitzien. Wow! Op dit moment is Kelvin water in de bak aan het gieten. Zometeen komt daar maïzena bij. En het ding is dus, als je maïzena in zo'n grote bak zet en je doet daar water bij, dan moet je ervoor zorgen dat er geen klontjes komen. Wat we nu hebben is veel klontjes. Pas je wel op je kleren? Ja, hey, ik zei nog zo, neem oude kleren mee. Nee, dat heb jij dus niet gezegd. Singing do a diddy dum diddy do. Ik wil even zeggen dat ik onder valse voorwaarden naartoe ben gelokt. Dit is wel dood. Gel mijn kleren! Kijk, nu is het vloeibaar. Ga mijn vingertjes er zo. Gewoon, hoppakee, erin. Als je de harde opdrukt, dan is het hard. Zo gaaf. Ik wil graag Calvin met de missie onder dit fragment. Daar gaan we. Die missie is vanaf nu officieel voltooid. Wauw! En blijft de muziek iets langer in staan. Oh. Oh, daar ga je. Daar ga je. Er is toch nog iets gelukt. Ja! Daar zijn we weer. We hebben hier een prachtig, maar dan ook een prachtige doos. Dit is super gaaf spul. Nu even over de randjes zo. Ja. Wat de? Dit is dope as fuck, ja, doe het ook! Nee, yes, man! Ik wil die shit proberen! Ja! Yo, bro, dit is echt de dikste joint die ik ooit heb gehad. Deze tafel, moest daar nog iets mee? Ja, een beetje. Ah. Zullen we anders dronken worden? Nu? Ja? Nee. Oké. Nee, dat lijkt me niet slim. We moeten gewoon eventjes... Eén pilsie. Eén pilsie. Oké. Dames en heren, van harte welkom bij het Nederlands kampioenschap buikschuifbowlen. Achter ons staat Kelvin Boema, alias Calvin, een van de grootste buikschuifbowlers van Nederland. Het is snel voorbij, de baan is klein, maar dit is buikschuifbowlen met Calvin. Neergezet. Kelvin, kom er even bij. We kijken naar de jury. Die zijn het 100% eens. Dit is een 10 out. Ja, shout-out naar mijn sponsor Drift. En Arjen, dank jullie wel, man. Dank jullie wel voor het kijken. En blijf vooral ook kijken tot na de reclame. Want dan gaan we door met het Nederlands kampioenschap parkiet zuipen. Gefeliciteerd, man. Dank jullie wel, man. Kijk. Maar je ziet het niet meer. Dit is niet goed, Vic. Sorry. Ik ga de fucking politie. Man. Dit is ook zo dom. Someone call the cops on us. Boy. Vind je het gek? Vind je het gek? Ik snap die shit. Oké, er is dus een politie. Er was een politieman. Maar het is eigenlijk gewoon alleen geluidsoverlast. Dus het is op zich niks aan de hand. Nee.
Kijk, ik ga want mijn... Hallo meneer. Hallo. Dag. Alles wel? Amsterdam. Hi. Kelvin. Wij hebben wat klachten gekregen. Oh. Jart, aangenaam. Kom je een shirt verkeerd, man? Moeten we meteen uitleggen wat... Het ziet er een beetje vreemd uit. Maar ik ga verhuizen en ik moest mijn huis er even uitbreiden. Maar ik heb klachten van overlast binnengekregen. Maar we zijn nu in principe klaar, toch? Dus we, nu zijn we klaar. Dus als er nog... Nee, maar goed, die overlast is al wel geweest natuurlijk. Vanuit Amsterdam, Zeeburg-Oost, wel een opdracht gekregen om jullie te noteren. Dus ik wil heel graag vragen of jullie meekomen om een verklaring te krijgen. Ik ga van meekomen. Ja, hoor! Oh, dames en heren, wat een spanning. Wat is er zojuist gebeurd? Dat is de vraag van mij aan jou. Het is tijd voor een kleine quiz. De vraag van vandaag is, wat hebben wij zojuist gehoord? Is dat antwoord A, Jart die een agent overmeestert? Antwoord B, Kelvin en Jart die samen zijn gevlucht? Antwoord C, de agent heeft Jart in zijn reet geschoten? Of antwoord D, geen van dit alles? Je krijgt 1 seconde om te antwoorden. Bedankt voor je antwoord. Het goede antwoord was antwoord D. Jazeker, de politieman was namelijk helemaal geen politieman, maar een... figurant. Dit was een figurantje. We hebben deze acteur even ingehuurd. Pranks on you, lieve kijkers. Dankjewel voor het kijken.